11 en 12 years old. Ik stel ze nu voor natuurlijk voor de wijderers het starthek Melanie Pon. Voor Pure BMX, Lizzie van Schijndel. En dames en heren, eventjes wat, even een goed gast hier laten zijn voor Denmark, Martijn Jensen. Voor fietscrossvereniging in Eursten, Mandy Spierings. Voor FCC Wheels, Joni van der Einde. En dan doe ik weer even een beroep op uw gastheerschap voor Julie Nicolaas. En also from Belgium, Kjelle Boets. En last but not least voor de spuitcross in Zuid-Beijerland, Yvette de Waard. Wat is de light? Dat lijkt Yvette de Waard of Kjelle Poets. Yvette de Waard, Kjelle Poets, dat lijkt de strijd over het eerste stuk te staan. Het is België, Nederland, het is Kjelle Poets, belovend in de main van de wereld, daar op de compositie. Het Maribo Belgium Racing op positie nummer 1. We kijken ook naar Pure BMX Nederland met Lissie van Schijndel. Zij heeft een goede start gemaakt en zit daar op plaats nummer 3. Het is nog steeds Poets op 1. Poets op 1 met Yvette de Waard. Dat lijken de twee snelste dames tot nu toe te zijn. Maar daar komt ook van Schijndel aanschuiven voor. Nou, het is niet voor niks dat ook zij met nummer 1 rijdt. En dit zijn absoluut de snelste drie dames. Het gaat goed in die laatste bocht. Komt ze nog terug naar plaats nummer 2. Maar de snelste dame van dit leeftijdscategorie is een Belgische dame. Is Mabel Racing. Is Kjelle Poets.